Op 1 maart was het Complimentendag. Op die dag lanceerden we ook onze Complimenten-app, gemaakt en gebouwd door onze eigen experten op het Microsoft Power Platform. We maakten van die dag trouwens een volledige maand om de connectie binnen onze organisatie een serieuze boost te geven. Ah, Luc, we zijn een video aan het maken over onze Complimenten-app. Wat vond jij ervan? De Complimenten-app. Een aantal zaken. Eerst en vooral, het was super gemakkelijk om die app te installeren. We kennen het platform, Teams Platform, één klik en de app was er. Ik deed die app open en ik zag direct de how en de why. Plus een aantal live voorbeelden van mensen die al complimentjes hadden gestuurd. Ik kreeg er alleen maar hoesting van. Uiteindelijk waren er drie stapjes nodig om een compliment. En die drie stapjes waren heel duidelijk uitgelegd. Ik kreeg het complimentje te zien. Ik klikte op cent en ik heb iemand bijgemaakt. In het algemeen, echt waar. Ik heb die dag heel veel complimentjes kunnen geven. En ik denk dat er heel veel mensen blij naar huis gegaan zijn. Top! Top, dankjewel. Tot de volgende! We staan hier trouwens voor de deur van de filmstudio. En de makers van de app die zijn bezig aan de maandelijkse opnames van hun uh, podcast, de Powerlab podcast. En omdat de complimenten-app zo'n succes was, zou ik ze graag eventjes verrassen. En uh, ja, eens even binnenvallen hè, om hen ook een complimentje te geven. We gaan eens kijken. Ja, dus het is eigenlijk super makkelijk om te bouwen. Het is gewoon een drag-and-drop systeem. Ja. Je hebt verschillende acties. Ah, Christophe en Lennert. Ik kom goed. eventjes storen hier tijdens jullie opnames, okay. omdat ik jullie graag een complimentje wilt geven voor het succes van de complimenten-app. Oké, okay. leuk, dankjewel. Ja. Ja. dankjewel. Eh, jullie weten dat het een groot succes is geweest. Ja. Christophe, hadden verwacht dat het een succes ging worden. Nee, totaal niet. Het is um, eigenlijk ja, tot stand gekomen door een van Lennert's experimentjes, die hij maandelijks in onze podcast bouwt. Um, een van die experimentjes zijn aan de oren van onze communicatiedienst gekomen. Uh, die hadden een leuk ideetje, we hebben dat verder uitgewerkt, uh, we hebben dat gepubliceerd. Mm -hmm. En um, ja, de eerste dag waren er al meer dan 600 complimentjes verstuurd. Super tof. Dat was heel leuk uh, om te zien, absoluut. Mm -hmm. En uh, Lennert, het ontwikkelproces is afgelopen? Ja, dat was super fijn. Um, ja, het idee was natuurlijk al heel goed van jullie. Hè? Dus we hadden al een, <laughs> een goede start. En dan Christophe kan heel goed dingen visueel uitwerken. Uh, zoals de luisteraars van de podcast zullen weten. Mm -hmm. um, dus Christophe heeft eigenlijk de app visueel helemaal uitgebouwd. Uh, okay. Op een halve dag, denk ik. Ja. Um, en daarna heb ik dat functioneel uitgewerkt. Op een tweetal dagen. Waardoor dat we eigenlijk um, vanaf ja, jullie idee. Um, tot hoe dat de app nu op Teams staat, uh, dat we dat hebben kunnen uitwerken in uh, een drietal dagen, wat al super snel is. Mm -hmm. Ja, en omdat het succes jullie verdiensten is, natuurlijk grotendeels, heb ik ook nog een kleine verrassing voor jullie. Dag Christophe en Lennart, ah, jij ja, Wij uh, van de productie zitten <laughs> mee in het computingwerk. Uh, ja, blijkbaar. Ja, ja. exactly. We hebben hier een flesje mee. Okay. Um, we gaan vieren, want de Compliment-app was wel degelijk een succes. En dat gaan we samen met okay. jullie vieren. Super. Alsjeblieft, dank u wel. Zo zie je maar. Je kan een succesvolle app bouwen op maar drie dagen tijd. Wil jij ook graag meer weten over het Microsoft Power Platform? Luister dan zeker eens naar onze Powerlab-podcast of contacteer een van onze experten. Tot de volgende.